Hoe laat moet je beginnen? We hebben een half uurtje. Nou, opschieten. Nou, tot zo, hè. Breda Nu. Jeetje, 1300 bands. Die hebben meegedaan en 1300 aanmeldingen, 140 deelnemers en wel 40, 50 bands hier in Breda. Nou ja, ik hoop dat ik er maar een beetje uit kan komen, want ik heb mijn route uitgestippeld. Keep your hands to yourself. Oh Lord, why don't you run a little faster? No, get your hands up, get your hands up. Wij zijn met z'n tweeën wat biertje aan het drinken. Ja, biertje aan het drinken. En ook nog naar andere bands kijken dadelijk? Wellicht. We zijn nu nog gewoon hier een beetje aan het chillen en dan kijken we dan of we nog wat doorgaan. En hebben jullie ook echt al een route uitgestippeld? Nee, wij staan hier helemaal open in. Toen ik hoorde dat ik überhaupt mee mocht doen aan de popronde, hoopte ik al dat Breda een van de steden zou zijn waar ik mocht gaan spelen. En ja, geweldig dat dat nu hier ook mag. Hey, maar eigenlijk, als je echt uit de stad zelf komt, ja. Is er eigenlijk een soort van regel. Dat je... Ja, nou dat komt, ik woon nu in Utrecht. Dus voor mij is die stad Utrecht. Dus ik mocht niet in Utrecht spelen, maar wel in Breda. Hey, en wat gaan de mensen dadelijk zien? Ze gaan dadelijk een rapper-songwriter zien die Nederlandstalige popmuziek maakt. Dat doe ik solo met mijn loopstation. Daarmee maak ik beats. En daarmee gaan we samen de diepte in en er samen weer mee uitklimmen door allerlei verhalen te vertellen. Okay. Dat gaan we zien. Jullie komen speciaal voor dit optreden? Ja. Want? Dat is onze zangcoach van de Popcorn. Ja. Ze is zo goed, Merel. Echt. En om de talenten te horen van haar, hè? Want die is echt geweldig. Zit ik hier goed? Staat goed in ieder geval. Ja, dat is een goede, ja. Hey, wat heb je allemaal in de braaiende pij staan met de popronde? We hebben zelfs 3 acts staan vandaag, jawel. We zijn begonnen met Cats Skills en die is net afgelopen. En nu is Mont Blanc is nu bezig. Het is een mooie lichtshow hebben ze bij, het synthesizer muziek en goede zanger. Zal ik even gaan kijken dan? Zal ik even gaan kijken en de afsluiter is hier ook, dus je mag terugkomen straks. Nou, die deal die staat. Die deal die staat. Hey, Mont Blanc, vertel! Ja, nou ja, goed, geboren en getogen in Breda. Ik heb hier op drumles gezeten, altijd heel veel plezier. Ik ben naar Utrecht verhuisd, heb daar gestudeerd, conservatorium, heb deze beste mannen ontmoet. Wij hebben sowieso nog geen speelervaring met deze band gehad voordat we begonnen. En ja, je merkt nu dat we na 15 optredens, dat we echt op elkaar ingespeeld zijn. Je komt op plekken waar, ja, soms spelen we in een kledingwinkel, soms spelen we op een poppodium, soms in een boekhandel. Dus dat is juist ook het leuke aan popronden. Ik zal me even voorstellen. Hey, Jens. Hey. Ja, Jens. Hallo, van de band Tessel. Je ziet het hier op de sticker. Ja, ik zie het, ja. Wat leuk. Kijk, even promotje, hè. Heel goed. Ja, een goed promo. Kijk, na 10 weken kunnen we dit wel, hè. Promopraatjes. Oké. Okay. En dat is het. Nou, kun je deze pakken? Dan ja, man. Nou, dat is goed. Zetten, dat is goed. Nou, waar moet het staan met het podium? Bij het podium. Heel goed. Hoe laat moet je beginnen? We hebben een half uurtje. Half uurtje, dat is goed. Nou, opschieten. Nou, tot zo, hè. Hier in de binnenstad. Allemaal mooie bands, mooie artiesten. Ja, volgens mij hebben we er een hele hoop gezien. En ja, ik zou zeggen volgend jaar echt, echt, echt een moeite waard om hier te komen kijken. Houden we. Breda Nu.